Welkom bij de Crash Chat, de informatieve slagader van het Impressfest. Nog steeds soepel, hè? Je kan het nog steeds. Ja, ik heb er echt op gestudeerd. Ja. Nou, de laatste keer, Rick. Ja, dat spannend. Zei je net al 3 keer. Ja, dat weten de mensen het zeker. Dus ja. Dat is spannend ook. We hebben speciale gasten, Rick. Wie hebben we vandaag aan tafel zitten? Wij hebben Koos Kregel en Sandrina Scholten aan tafel zitten. En die hebben eigenlijk gezorgd dat het Impressfest er is en dat het allemaal op rolletjes loopt. Yes. We hebben nog wat genomineerden voor de KTM'er van het jaar. Ja. Heel benieuwd wie dat zijn. En we gaan natuurlijk muziek horen van Grim Lullaby. Aan tafel. Aan tafel. Het Impressfest is natuurlijk morgen pas echt tot einde, maar aangezien onze show vandaag al tot einde komt, moeten we nu al gaan terugblikken. En dat doen we met Koos Kregel en Sandrina Scholten. Jij bent artistiek leider en jij bent productieleider. We beginnen even bij Koos. Koos, je doet het al een aantal jaar, toch? Het Impressfest? Ja, het Impressfest. 4 jaar al. Nee, ik doe het dit jaar voor het eerst eigenlijk. Hoor. Maar ik ben al betrokken 4 jaar bij het Impressfest. Maar ik heb het nu even naar mezelf toegetrokken om, laten we zeggen dat ik de grote roerganger ben van het festival. De baas. De grote roerganger. Ik ben niet de baas, dat zijn we met z'n allen. Dat vind je niet mooi om te zeggen, daar ben je te bescheiden voor. Maar hoe is het Impress eigenlijk ontstaan? Eigenlijk toen wij, toen deze opleiding opgericht werd, hadden we overal presentaties van zowel de artiesten als de vormgevers, als de AV'ers. En het was eigenlijk her en der, dus we waren nooit op de hoogte van elkaars afstudeerproducten. En het is natuurlijk hartstikke stom als je als school niet heel trots een festival gaat organiseren waar al die eindexamenproducten, die trouwens steeds een hoger niveau krijgen. Ik ben trouwens heel trots dit jaar op, tenminste als ik zo even kijk naar mijn eigen afdeling, van hoe hoog het niveau begint te worden. Om daar met z'n allen alle presentaties en voorstellingen te houden. En tegelijkertijd alles beoordeeld te zien. Want dat maakt het natuurlijk ook heel erg uniek. Ook voor de mensen die aan het kijken zijn. Die kijken hun voorstellingen, horen daarna ook of degene die hem gemaakt heeft, of gespeeld heeft, of gezongen heeft, of ze ook geslaagd zijn voor hun product. Maar dan komt het bijna al een beetje uit een soort van gemak, hè? Omdat dat het wat makkelijker is als alles een beetje dicht bij elkaar staat. Dat scheelt weer een heleboel overzicht. Dan heb je alles in één keer. Klopt dat? Of zeg ik nu iets heel naars? Ja. Ja, goed. Allemaal vooruit gemaakt. Je mag hier geen antwoord op geven, hè? Nee, zonde. En we hebben tegenover jou Sandrina. Hoe lang doe jij dit al? Dit is mijn eerste keer. Je eerste keer? Als productieleider. Ja, klopt. Al wel eerder bezoek geweest, maar de eerste keer in deze rol. Ja. En hoe kom je hier opeens bij? Hoe kom je opeens bij ons? Bij het Impressfest? Je wordt gevraagd. In luxe positie. Dus ik werd gevraagd, Marieke Voorzee, die het hier voordeed. Die kreeg een babytje en toen vroegen ze of ik het wilde doen. Dus vandaar. Volgend jaar hebben we dan, blijf jij dan of krijgen we Marieke terug of gaan jullie het samen doen? Nou, wie weet. Marieke als eerste natuurlijk terug en wie weet. Ik zou het heel leuk vinden. Durf je nog niet te zeggen? Nee. Maar jij zegt het niveau stijgt. Mm-hmm. In ieder geval in je eigen afdeling, muziek en art en design, zeg je niks over, zegt het over artiesten. Art en design ook. Ik weet niet of je, een geweldige expositie. Als je nu gekeken hebt, gaat er nog heen. Ik weet niet of het nog open is. We gaan anders morgen kijken. Ik ben nog niet bij film geweest, daar wil ik nog heel graag kijken. Maar het is een beetje zo dat je heel veel dingen moet beoordelen. Ik zou het liefst eigenlijk alles even willen bekijken om even te zien van wat er allemaal gebeurt en welk niveau het heeft. Wat was je vraag eigenlijk ook alweer? Nou, kijk, als je in plaats van het artistieke per se, hoe zit dat organisatorisch? Wat is er daarin veranderd? Wat is nou de grootste verandering vergeleken met vorig jaar? Het leuke is, ik ben eigenlijk voor de kerstvakantie ben ik begonnen met alle afdelingen te praten van wat er eigenlijk allemaal mogelijk zou kunnen zijn, van wat de ideeën waren. Nou, er zijn zoveel ideeën, er is zoveel van overgebleven. En het meest belangrijke vond ik dat het een keer een festival, of dat het festival van de leerlingen zou worden, dat we hier dat het ook een beetje een feestje van de leerlingen zal zijn. Ik vind dat we dat dit jaar eigenlijk heel goed in geslaagd zijn. Dat de leerlingen ook trots zijn op alle producten die hier staan. Het zijn niet alleen eindexamenproducten, het zijn ook producten van eerstejaars, tweedejaars, zelfs derdejaars die hier eigenlijk allemaal staan. Ik ben alweer de vraag kwijt. Ik ben dus nu al heel lang promotor van. Wat nou de grootste verandering was op het gebied van de organisatie? Oh ja, ik ben begonnen daar en toen heb ik uiteindelijk 2 mensen gekregen die van groot belang waren. Professioneel gezien Sandrina dus heb ik erbij gekregen. En ik heb Miranda erbij gekregen. En dat zijn 2 mensen die eigenlijk volledig de organisatie op hun eigen schootje geworpen hebben gekregen. En ook volledig hebben opgepakt, want zonder hun had ik het niet kunnen doen. En daarnaast nog heel belangrijk, 2 EO'ers die me heel na het hart staan. Dat zijn de
Mirte en Bo, daar, die zitten daar in de hoek. Ja. En dat zijn kanjertjes gebleven. En daarna nog meer EO'ers die ook eigenlijk allemaal kanjers zijn gebleken in het meehelpen organiseren van het hele festival. Het is dus een teamproces gebleken. En het is dit jaar dus, in tegenstelling tot vorige jaren. Het is meer van de leerlingen dan ooit, wat mij betreft, ja. Ik hoor nou alleen maar positieve berichten. Ja. Maar ongetwijfeld is er ook iets verkeerd gegaan of iets fout gegaan. Of ja, er zijn ook wel dingen fout gegaan. In die zin zijn natuurlijk ook veel voorstellingen die vanavond bijvoorbeeld niet staan. Nou ja, je had zelf in de voorstelling waardoor een speler opeens een enorme scherf in zijn voet kreeg. En de voorstelling die niet meer gespeeld kon worden en ook zijn auditie niet eens meer kon doen voor zijn stage. Ja, dus ook heftige dingen. Maar ook grappige dingen hoor. Een vleermuis in het verzetje bijvoorbeeld. Dat was een vleermuis. Oh, ja? was hij er weer? Ja. Oh, dat wist hij niet. Dat is een vaste bezoeker. Dat is een vaste bezoeker. Die ook. Toevallig ook bij een eindexamenvoorstelling. Maar het was nu weer zo dus. Ja. Oké. Ja. Dan weer op bezoek. Gezellig. Ja. En ja, ik hou van het positief, hè. Maar ik vroeg het me gewoon even af. Ik dacht, ik blijf daarin. Maar ja. het niveau gaat omhoog. Ja, laten we het daarop houden. Het wordt beter, het wordt beter, het wordt beter. Maar er is tussen al het goede ook nog een top, neem ik aan. Je wilt het misschien niet zeggen, maar wat sprong er nou voor jou echt uit? Wat was voor jou echt een hoogtepunt? Nou, dat heb ik vanavond meegemaakt. Ik heb vanavond naar Pim Fiele gekeken. Dat is een jongen die een tijdje uit school is geweest. En dit jaar weer terug is gekomen en een eindvoorstelling heeft gemaakt. Het heet Sorry Onder Woorden. Of zonder woorden. En ik heb gevraagd of hij hier morgenavond nog een keer wil spelen. Of morgenmiddag om 2:00 in de tent. Omdat hij, wat mij betreft, het niveau van deze school volledig overstijgt. Het is van zo'n niveau dat we gezegd hebben van dit is professioneel niveau. Dus mensen die een hele goede voorstelling willen zien, ga morgen om 2:00 naar de tent om naar de voorstelling van Pim Fiele te kijken. Want wat het is een prachtige voorstelling. Wat maakt hem zo goed? Waarom? Waarom hij? Wat maakt nou het verschil tussen een amateuristische voorstelling of een semi-pro voorstelling, om in FIFA-termen te komen, en een professionele voorstelling? Het overstijgt zijn eigen persoon, het is literatuur, het is theater, er is goed over het hele beeld nagedacht. Hij speelt het fantastisch, blijft in het moment en het is ook nog eens een keer heel persoonlijk. Bij sommige mensen kan ik even in tranen raken en bij deze dacht ik van, ik kan hiervan in tranen raken. Heel mooi. Ja, prachtig. En je zit al jaren in het vak, dus dat zegt ook genoeg. Ik wil niet zeggen dat je dood bent. Ik kan me heel goed voorstellen dat het duur wat technischer wordt waar je naar kijkt. In plaats van dat je altijd nog meegesleept. Nee, ik moet me blijven raken, altijd. Als ik met mensen aan het werk blijf, ook hier in het festival. Alles moet blijven gaan over. Ik mag ook wel eens kwaad worden op mensen, maar ik moet ook ontroerd raken. Ik moet ook kunnen lachen. Dat hoort allemaal bij zo'n festival. Wat mij betreft. Heb jij nog voorstellingen gezien? Ik heb weinig gezien. Hoe komt dat? Daar ben je productieleider voor. Je zorgt ervoor dat alles achter de schermen goed loopt en dat je wat dingetjes oplost. Dus ik heb weinig kunnen zien. Ik heb wel bij de muzikanten nog even gekeken. Wat ook ontzettend leuk was in het verzetje. Maar ik zie weinig. Wat is jouw dagtaak dan? Of de avondtaak? Avondtaak, ochtendtaak. Ochtendtaak. Kijken of alles goed gaat, of alles draait, of het materiaal aanwezig is. Als er veranderingen zijn, zoals bijvoorbeeld een mannenvoorstelling die niet doorgaat, zorgen dat, dat mensen ingelicht worden en dat mensen het weten en dat alles klopt bij de kaartcontrole, et cetera. Okay. Ja. Het krantje was uitgedrukt, waar stonden de verkeerde data's op. Dat is toch wel een tegenvaller. Dat is toch een van de dingen waar je mee te maken krijgt met elkaar. Zeker. En dat viel ons als deelnemers heel erg op. Ja. Hoe kan zoiets gebeuren? Want het is toch wel. Het is iets heel belangrijks. Hoe kan dat fout gaan? Ja, soms gebeuren er dat soort dingen. En die zijn er ook altijd weer om opgelost te worden. Maar je hebt het misschien zelf wel eens als je een tekst voor je ziet en die heb je 80 keer gelezen. Ja. En dan op een gegeven moment lees je daar overheen. En dat soort dingen gebeuren. Ja. En daar zijn we een school voor en daar zijn we een festival voor om dat soort dingen te signaleren en vervolgens oplossingen te verzinnen, een sticker eroverheen en niemand die het meer ziet. En je hebt overal een sticker overheen geplakt. Hoeveel waren er gedrukt? Er waren uit mijn hoofd volgens mij iets van 1000 exemplaren gedrukt. 1000 exemplaren. Je hebt dus de 1000 exemplaren gestickerd vervolgens. Er zijn 1000 exemplaren gestickerd. En wie heeft die ondankbare taak op zich genomen? Dat hebben we iemand gevraagd. Heel lief aangekeken, alsjeblieft. Voor studiepunten. Nou, wilt u de naam niet noemen als zijn een soort van dank? Die weet ik niet. Dat is een hele dankbare taak geweest in dat geval. Oh, dat lijkt me verschrikkelijk. Coach, ja. Jij bent ook initiatiefnemer geweest van deze talkshow. Ja.
Ja, en dan springt bij ons... Het hele gebeuren, hè? Dat was een beetje top 2000 café. Dat vond ik altijd, als ik daarnaar kijk op de televisie, rondom kerst, dan denk ik eigenlijk van, oh, ik wou ook in dat top 2000 café zou zitten. Dus dacht ik van, waarom verplaatsen we dat top 2000 café niet naar hier? Ja. En zorgen we ervoor dat er een soort van talkshow plaatsvindt, maar niet alleen een talkshow. Het moet s'avonds ook een soort van gezellig gebeuren zijn waar leerlingen kunnen zitten en waar je elkaar kan ontmoeten. En niet alleen maar binnen je eigen afdelingjes. Maar gewoon dat we elkaar tegenkomen, dat we de docenten en de studenten kunnen tegenkomen. Dit mist hier nog op school. Ik wil eigenlijk zo'n ruimte op school hebben waar we elkaar elke dag op deze wijze tegenkomen. Ik heb de vraag eerder gesteld van de organisatie, maar blijft het? Blijft bijvoorbeeld de bar? Van mij mag het, maar dan moet je aan Marcella vragen. Van mij mag het echt helemaal blijven. De bar mag blijven, het café mag blijven, maar ik ben de baas niet. Dat is voor Marcella, daar hoef je geen uitspraak over te doen. Nee. Je bent toch niet de baas, hè? Toch niet, ondanks alles. Nou, nog één ding, want ik weet dat jij een hele grote genieter bent van het WK, Koos. Jij geniet daarvan. Dat is helemaal jouw ding. Als je ergens naar uitkijkt, is het WK. Ja, dat is natuurlijk een grote hoogtepunt van mijn leven. Wie gaat er winnen? Ja, gisteren helemaal in het oranje, maar inderdaad, wie gaat er winnen? Oh, dat vraag je aan iedereen. Ja. Na gisteravond kan het niet anders natuurlijk, Nederland. Nederland. Ja. Er werd een grap gemaakt. Spanje. Dit is leuk hoor, wie het ook maar maakt. Ja. Gefeliciteerd. Maar Nederland en aan de andere kant. Ja, Nederland. Kom Nederland. Ja, op naar uiteraard. Het kampioenschap. En op naar de volgende band. Ik moet even spieken voor de naam. Zal ik het anders even zeggen? Ga jij het zeggen. Grim Lullaby. Skipping a best spot in the book, driving a car without a license, thinking about another guy, these are my silent dreams. Packing my bags to get out, getting high at work, kissing your boyfriend in front of you, these are my silent dreams. But that's just one thing, nobody knows, my only best fantasy. I just want to scream. Is alweer de allerlaatste dag van het Impressfest.
Dat is pijnlijk, hè? Ja, het is heel... En daar wordt de KTM'er van het jaar bekendgemaakt. En dat zijn de mensen waar wij stiekem een beetje op jaloers op zijn. Want jij hebt hier 4 jaar gestudeerd, bent nooit genomineerd. Nee. En ik zit in mijn 3e jaar en ze hebben mij ook nog nooit 1 keer aangekeken hiervoor. Maar jullie wel, hè? Ja. Dus ja. Dit zijn de echte toppers die we aan tafel hebben zitten. Zullen we ze even voorstellen? Zullen we ze even voorstellen? Ja. Myrthe Reitsma. Dat is Iro. En haar fanclub. Ook niet vergeten natuurlijk, die zit daar. Yes. Bo Luimstra. Kelly. Ja. Kelly Kroeser. En nog een Myrthe, maar deze keer de Vriezen. Yes. Nou, allereerst allemaal gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe voelt dat nou? Om genomineerd te zijn. Hoe voelt dat nou? Een beetje gek. Ja. Wat hoor je zoiets van tevoren of wanneer kom je hier achter? Bo en ik zijn er zelf achter gekomen aangezien wij in de vergadering zaten waar het over de KTM'er van het jaar ging. Jullie hebben jezelf genomineerd? Nee. Ja, klopt. Nee, er werd gezegd, wie nomineer je allemaal? Er werd een beetje stiekem over gedaan. En toen uiteindelijk zei iemand, ja, maar jullie hebben Myrthe en Bo toch al genomineerd. En toen, oh. En wij zaten daar wel nog helemaal niks ervan gehoord. Maar blijkbaar waren we dus al genomineerd. En dat hoorden we dus in een vergadering. Als duo. Okay. Kijk, van elke richting werd er volgens mij 1 geselecteerd. En jullie zijn met z'n 2 geselecteerd. Ja. Hoe dat nou dan? Hoe dan? Wij doen vrij veel samen. En ik denk dat ze niet een keuze konden maken uit ons 2 of zo. We zijn als de tweeling genomineerd. Oké. Okay. Tenminste, dat is zijn een goed duo, en er zeg maar. Er is 1 wisselbeker, dus dat wordt vechten om wie er mee naar huis mag dan uiteindelijk. Elke week een ander. Ja. Elke week. Zo, dan zien jullie elkaar ook nog regelmatig naar huis. Precies. Ik denk dat wij dan goed kunnen scheiden, dat gewoon 1 week daar, 1 week daar. Ja. Ja. En hoe zat het bij jullie? Ik werd in het hokje geroepen met... Het hokje. Dat klinkt heel streng. Nee, dat is het kantoortje van Koos en Linda en Marieke. Ja. Die zaten daar met Taco en heel spannend met z'n allen. En toen vertelden ze het heel onverwacht. Wat vertelden ze dan? Nou, dat ik genomineerd ben. Maar, hebben ze de reden er ook bij verteld? Of dat alleen om mijn ontwikkeling. En dat was het dus. Ben je het mee eens? Ja. Vind je ook dat je genomineerd moest worden? Nou, ik ben er wel trots op. Maar ik vind het heel erg leuk. Het was onverwachts, maar ja. Ja. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. En de laatste Myrthe, nog een Myrthe. Wij hadden elkaar al heel even gesproken. Jij bent gemaild. Ja, klopt. Ja, ik kreeg dat afgelopen dinsdag te horen. En dat kwam ook compleet onverwacht. Ik was eigenlijk gewoon bezig met de voorbereiding op consultorium. Dus kreeg ik een mailtje binnen. Gefeliciteerd. Ik had ook echt nooit bij nagedacht. Ik vind het heel tof. Maar je was bezig met een auditie, zei je? Ja, klopt. Ik heb woensdag auditie gedaan bij Prins Claus consultorium. En daar ben ik ook aangenomen. Dus, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Maar dat betekent dat je ons gaat verlaten. Ja, dat helaas wel. Ja, klopt. Maar je bent 3e jaar muzikant. En zover ik me herinner is de opleiding voor muzikant 4 jaar. Klopt. En ik deed de opleiding ook versneld. Ik heb jaar 2,5 jaar af kunnen sluiten. Zo. En daarna mocht ik door naar 3e jaar. En ik wou eigenlijk voor de vooropleiding auditie doen. Maar ze hebben besloten dat ze mij het 1e jaar al willen hebben op consultorium. Dus ik kwam allemaal in de stroomversnelling eigenlijk. Ja. Dat is netjes. Dus terecht genomineerd. Dat weet ik niet, kan ik niet op horen. Het is snel gegaan. Dus jouw vervolgstap is dus conservatorium. Ja, klopt. En jij zit waarschijnlijk nog op de opleiding. Of vis ik me ook? Eerstejaars. Jij maakt de opleiding, tenminste zoals het nu lijkt, wel af. Ja, dat ga ik wel vanuit, ja. Hoop ik. En de andere kant, wat is jullie vervolgstap? Wat gaan we nu doen? Jullie zijn ook eerstejaars, maar ik weet dat de EO'ers het 2e jaar op stage gaan. Ja, halverwege het 2e jaar. En hoe gaat jullie stage eruit zien? Ik heb nog geen idee. Ik moet dat nog helemaal uitzoeken. Je moet het nog uitzoeken? Ja. Jullie gaan in ieder geval samen, of dat nee. niet? Nee. Dat niet. Nee. Ik begin mijn stage in september al. En wat ga je precies doen als stage? Ik ga bij Noisia stage lopen. Ik weet niet of iedereen weet wat Noisia is hier. Noisia zijn... Maak nu direct reclame, zijn ze blij met je. Nou, het zijn 3 jongens en het zijn drum en bass DJ's die over de hele wereld wel bekend zijn. En zij hebben onder andere Noisia Invites tijdens Koningsnacht in Groningen. En ze hebben Machtig in de Simplon hier in Groningen. Die help ik organiseren. En hoe kom je daar dan op even bij? Joh? Hoe doe je zoiets? Wat bier drinken en op iemand afstappen. Ja. Zo heb ik mijn stage eigenlijk geregeld. Je bent eigenlijk het beste als je dronken bent.
Dank je. Bijna. Sorry, maar dat komt er niet over. Ja, dronken durf je bepaalde. En dat is het. Je gaat naar Noisje, dan ga je een jaar stage lopen. Nee, een half jaar. En dan, als alles doorgaat, naar Amsterdam bij Don Diablo. Dat zou heel gaaf zijn. Dan ben je goed bezig. Als ik jou was, zou ik heel veel drinken. Ja. Ja. Misschien moet ik daar eens aan beginnen. Ja. Dit is wel, dan als je dit hoort, dat is dan wel overweldigend, denk ik. Daar wil je dan nog bijna weer overheen, of niet? Jawel, maar ik vind de muziekindustrie minder interessant als Meerte. Dus, jij wilt theater in, of? Theater, dans, bruiloften vind ik heel erg gaaf om te doen. Ja, dat soort dingen. Maar niet echt de muziekkant in. En je hebt nog helemaal geen stage op het oog, eigenlijk? Nee, is dat heel erg? Nee, maar als je volgend jaar al weg moet, dat ja, ik weet het, maar het eigenlijk bijna voorbij, dus dan zou je zeggen... Dan klopt, een half jaar, jongens, maar ik ben niet zo zenuwachtig. Nee, nou nee. Komt goed. Ja, het komt goed. Lekker veel drinken. Nee, ik had zoiets van... ik zal beginnen vanavond. Nee, ik had zoiets van, nu met het Impressfest, ook omdat we het organiseren, is het nu best wel druk. Dus ik had zoiets, ik focus me eerst daarop en dan ga ik zo meteen, als we vakantie hebben, ga ik aan de slag en dan ga ik kijken. Ja. Doen. Even een vraag voor iedereen. Wat is eigenlijk het hoogtepunt van het Impressfest voor jullie? Dat alles goed. Elke avond weer goed staat. Dat, tenminste, vanuit de organisatie. S'middags komen er nog best wel soms problemen voor. En dat 's avonds dan alles toch maar weer geregeld is. En dat het er staat en dat het goed staat. En dat er niet veel problemen 's avonds nog weer komen die je al een minuut moet oplossen. Ik denk dat dat al wel één is. Die vanuit mij, ons, ja, ons. Heel belangrijk is. Dit, ja. Ja. Ja, we denken hetzelfde. Ja, fantastisch. Dat is jullie taak geweest, dat hebben jullie goed gedaan. Ja, dank je. Ja, toch, dat mag gezegd worden dan. Als dat, ja, je wordt ook niet zomaar KTM'er van het jaar genomen. Nee, dat is waar, dat schijnt. Dus je moet wat voor doen. Ik ken de richtlijnen niet, als ik eerlijk ben. Dus. En ja, aan jullie kant hoogtepunt. Ik denk de sfeer. Ik vind de mensen, ik heb op school en zo, ik vind dat je elkaar veel meer leert kennen bij voorstellingen. Ik ben er alle vierdejaars geweest, die kende ik nog niet, maar nu wel. En ik vind het heel gezellig, ik vind het goed voor de band met elkaar. Dat vind ik het hoogtepunt. Dat is een heel mooi hoogtepunt ook weer. Ja. Er worden geen mensen genoemd, dat is nee, dat vind ik of individuen eigenlijk worden het heel steeds genoemd. Je bent ook wel een hoogtepunt. daar doe ik op, dan kunnen we afsluiten. Ja. Nee. De laatste, wat... Ik ben inderdaad wel mee eens. De sfeer die vond ik echt super. En ik vond het ook leuk om iedereen eigenlijk weer te zien, omdat ik ook minder op school ben door mijn stage. En mijn hoogtepunt was eigenlijk wel Grim Lullaby, die we net ook gespeeld hebben. En dat vond ik echt een te gek optreden. Je bent achter jou is echt heel erg blij. Ja. Zullen we daar maar een hoogtepuntje aan toevoegen dan? Ik ga eerst nog even vragen, wie gaat het WK winnen? Oh. Nederland. Ja, Nederland. Tuurlijk. Als we daar niet achter staan, dan... Nederland wordt gewoon kampioen, als ik de tafel mag geloven. Het gemiddelde. Ja, hoor. Ja. Dan als Groningen en Nederland. Groningen en Nederland, inderdaad. Ja. Dat betreft, yes. Om even door te gaan op het hoogtepuntje, we gaan weer even luisteren naar... Gaan we terug naar de muziek? Ja, Grim Lullaby. Journey has been fulfilled.
The sun is going down. Not long until it's time. Still no sign of governor's town. No time to waste. My mind is made up. Goed, ja, ongeveer. Grim Lullaby. Ik spreek er nog een beetje klungelig uit. Ja, Nederlands. Ja, sorry, mijn Engels is heel slecht. Ja, hoor, daarentegen is prima. Maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Nou, dat is een heel leuk verhaal. Ruben en ik zijn eigenlijk een stel. We zijn vanaf derde jaar zijn we ongeveer muziek gaan maken. En vanuit daar is het eigenlijk de liefde gaan bloeien. Is dat niet heel gevaarlijk met z'n tweeën band in? Best wel. Af en toe is het wel moeilijk. Ja. Maar ja, het went. Het went. Het went. Wil jij daar ook wat over zeggen? Of? Nou, er is mee te leven. Er is mee te leven. Klinkt alsof jullie heel erg blij zijn allebei met deze beslissing. Maar Grim Lullaby, zeg ik het nu ongeveer een beetje iets Engels? Nee, hè? Ongeveer. Maar het is wel met dubbel M. Dus ja. Hebben jullie iets met sprookjes? Nou, het was de bedoeling dat we ook de nummers zouden schrijven over Grim. Omdat wij heel erg geïnspireerd zijn door die films en door de boeken. En in ieder geval, ik ben zelf echt heel erg fan. Maar helaas is het niet zo gekomen. Ja. Maar het is wel, het was de bedoeling dat het. Jullie zijn een stel, hè? Nou, wij hebben hem een beetje weg. Want hoe komt hij er eigenlijk in? Nou, weet je wat het is? Dit is Remy. Jongens, even applausje voor Remy. Hij is super goed gedaan. Remy is echt de beste vriend van Ruben en een hele goede vriend van mij. En we zijn ontzettend blij dat hij bij ons de EP wou inspelen. Jullie hebben een EP? We hebben een EP. En die is gereleased of die wordt nog gereleased? Die is donderdag gereleased. En hoe was dat? Goed gedaan? Ja, super gaaf. Het was mijn eigen productie voor het vierde jaar om af te studeren. En ja, het is allemaal goed gegaan. Ik ben geslaagd. En, Dus je bent klaar bijna? Ik ben bijna klaar. En mochten wij die EP willen hebben, waar gaan we dan naartoe? Nou, je kan natuurlijk mij gewoon een mailtje sturen.
We hebben gewoon eens een Grim Lullaby Gmail. Daar kan altijd een mailtje naartoe gestuurd worden. Verder hebben we ook een Facebook waar je ons gewoon kan bereiken. En nou, ik loop hier altijd in de gangen rond. Nog anderhalf maand, jongens. Anderhalf maand. Mochten wij, want we kennen nu twee van je nummers, maar we kennen ze nog niet allemaal. Dus mochten we ze willen luisteren eerst, kan dat ook? Helaas niet. Daarvoor heb je echt de EP nodig. Ja, oh ja, ja, dat is echt heel spannend. Ja, tuurlijk. Ja. Dat is best Grim Lullaby. Wilt u het kijken? Dus moet u op naar de Gmail. Ik zei het weer verkeerd, hoor ik al aan de reactie van het publiek. En we gaan terug naar de bar. En hij is weer op tijd, hè? Ja, dat is snel, hè? Dat is echt, dat is mijn Engels is nog net zo belabberd als de tweede show. Dat wordt niet beter. Nee, dit was hem, Rick. De laatste. Dit was de laatste. Goed, voelt het vreemd. Ja, ja, dat is toch wel, het is toch wel goed gegaan, toch eigenlijk de hele tijd? Ja, ik vind het van wel. Ja. Ik ga het wel een beetje missen, jij? Ja, 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 ik denk het wel. Nou, aan het begin ging het ook heel moeilijk, maar de flow zit er nu zo in. Ja, het is echt ja, eigen show geworden. In. Ja, maar dat we stoppen. Maar we willen toch nog eventjes twee mensen ook een beetje in het zonnetje zetten. Gaat er heel blij mee zijn. Ik denk het wel. Ja. Albert, de hoofdredacteur, en Jorik, die hier de hele boel geregisseerd heeft. Zouden jullie er even bij? Kom er even bij. Kom er even bij. Kom er even bij. Dit soort dingen staan niet in het script, dus waarschijnlijk krijgen we ook flink op onze donder straks. Maar dat is voor later. Dat zien we dan wel. Kom erbij, kom tussen ons in, joh. Dat is gezelliger. Oké, okay, leuk. Ja, gezellig. Dit is, ja. Jij studeert af dit jaar hiermee. Ja, dat is wel de bedoeling. Ik vroeg me trouwens al af waarom je die microfoon bij je hield, maar nu snap ik het. Ja, dit stond echt niet in het script, maar bedankt. Nee. Kijk je trots terug op de talkshow? Ja, best wel. Ik bedoel, het zijn wel, we doen wel heel veel met soms ook mindere middelen. En we werken natuurlijk met heel veel verschillende richtingen. En dat is best wel goed gegaan, vind ik. Wat vond je van ons eigenlijk? Ja. Complimentenvissen noemt hij dat, maar dat gaat niet dynamisch werken. Dynamisch duo. Leuk, tuurlijk. Ja, nee, we hebben de eerste dag Marcella gehad. Dat was ook leuk. Alleen dat was wat meer wel serieuzer. En ja, dit... Wij zijn lolliger, niet zo serieus. Lolliger. Nee, okay. Ja, nee, maar dat is toch zo. Ja. En je hebt samengewerkt met Albert? Ja. Was dat je eigen keuze of was je een beetje... Je mag hem wel vasthouden dan. Of is het een beetje door een beetje verplichting? Ja, Albert. Vertel. Voor mij was het een verplichting. Ja. Ik kreeg Jorik er gewoon gratis bij, zeg maar. Ja, mocht hij hem heel grappig vinden, hij schrijft onze grappen. Dus ja. Ja, maar dan houden jullie het niet aan. Nee, dat is een beetje het probleem. We variëren nog wel een heel klein beetje. Als jullie aan het script hielden, dan waren jullie erg grappig. Voor de rest, nu was het een beetje matig. Willen jullie eigenlijk, want kijk, wij hebben de hele tijd lopen praten, maar willen jullie nog wat zeggen? Als einde, als afsluiter. Die gunnen we namelijk. Nou, ik wil heel graag alle mensen die boven ons, van de petters, de licht- en geluidmensen, daar zou ik heel graag een groot applaus voor willen. En van mijn kant natuurlijk de AV-mensen die nu achter de camera staan en ook in het andere lokaal in de regie zitten. Dank, dames en heren. En natuurlijk het publiek wat wel aanwezig is geweest, alle dagen. Dank u wel. En de gasten. Ik wil ook nog even bedanken de locatiemanagers van de Impress Crash. Dat zijn Bente en Sanne. En de twee EO'ers die mij hebben geholpen met de redactie. En dat zijn Dario en Erik. Die hebben er allemaal niet alleen voor gestaan. Hè? En dan gaan we nu de afsluiter met z'n vieren doen. Dat lijkt me mooi, toch? Rick, jij mag weer zetten, want jij bent er goed in. Nou, dit was de allerlaatste keer. We hebben gehuild, we hebben gelachen, bloed, zweet en tranen. Het was verschrikkelijk, het was fantastisch. Het was voornamelijk fantastisch. Het was voornamelijk fantastisch, laten we het daarop houden. En volgens mij... Misschien zijn we er volgend jaar weer. En wie weet ook wel niet. Maar in ieder geval... Tot ziens, dank u wel. Tot ziens. Dag. Yo.